Hallo. Ik zocht mevrouw Ida Peerdeman. Ja, spreekt u mee? Heer, wij bidden u, wees barmhartig voor uw overleden dienares Ida Peerdeman. Straf haar niet voor haar daden, want haar diepste verlangens bleven altijd op uw wil gericht. Door een oprecht geloof was zij hier op aarde verbonden met de leden van uw kerk. Moge uw goedheid haar in het andere leven leiden naar de gemeenschap van de engelen, door Christus onze Heer. Amen. Heer, geef haar de eeuwige rust, dat zij mogen rusten in vrede. Amen. O Maria, zonder zonde ontvangen, o Maria, vrouwe van alle volkeren, o Maria, onze lieve vrouw ter nood, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed, ja. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over haar. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volken, opdat zij bewaard mogen blijven door de verwarring van handen en oren. Boven de vrouw van alle volken, Jezus Maria, onze voorspreekster zijn. Amen. Amen. Ik heb echt het idee dat we u gewoon helemaal op stil hebben gezet. Ja, natuurlijk. Ja. Wat dacht u? Het is wel eens moeilijk geweest voor me, natuurlijk. U mag uw verhaal toch vertellen? Ja. Ik kan me zo goed die mensen indenken. Natuurlijk, die zijn er ook over uit dat ze hun werk moeten doen en dat ze nieuwtjes opjagen en opzoeken. En daar zijn ze journalist voor. En daar kon ik ook wel indenken, maar ik durfde het niet en ik kon het niet. Ik dacht, nee, laat ik alsjeblieft maar gehoorzaam zijn en maar niet doen. Nou, dan heb ik 50 jaar volgehouden. Wie verbiedt u dat dan allemaal? Dat is de kerk zelf. Maar die hebben u toch nooit verboden om te spreken? Nou, ze kunnen desnoods vertellen dat ik mijn eigen zo interessant vind dat ik het aan iedereen vertel. En ze willen dat niet, dat kan niet, zeggen ze. Dat moet ik niet doen. Ik voel het zelf ook dat ik er niet tegenin moet gaan. Laat maar eventjes, het komt gauw gewoon nog goed. Ik sta natuurlijk ook een beetje onder de bisschop. Als u het gaat vragen aan hem, dan zegt hij nee. Dat weet ik al. Maar ja, is daar de bisschopse toestemming voor nodig? Ja, nou, maar ook, als u maar niet alsjeblieft mijn naam noemt of wat over mij, want dan is het mis. Ik mag dat natuurlijk niet. Ja, wil je nou dat Maria toch een keer erkend wordt, dan moet ik me toch keurig houden. Dat wordt toch van je verlangd. Nou, en als je dat kan opbrengen, met veel moeite en pijn, wat dacht u wat ik doorgemaakt heb in al die jaren? Mm. Natuurlijk. Ja, dat doet je toch wel pijn, dat het niet gebeurt. Ja, natuurlijk. Als je voor jezelf weet dat het echt is een... Ja, dat is ook een ramp eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het is vreselijk. Het heeft natuurlijk ook je hele leven eigenlijk verder gedomineerd. Ja, je hele leven is er eigenlijk... ik was helemaal niet zo. Ik was vrolijk van aard en ik heb het altijd volgehouden, geprobeerd. Maar je hebt ook je inwendige verdriet gehad. En nachten dat je dan lag te huilen erom, natuurlijk. Mm. Ja, maar dan ga je allemaal niet beklagen. Heb je nog voetstuk zitten, niks meer? Ik wou nog twee. Ik kom hier, pak één van mij nog hier met zuster. Ja, ik leef nu alleen hoor, ik heb niemand meer. Ja, alles is me afgenomen. Mijn broer, met drie zussen. Allemaal gestorven. Ja, dat is heel erg hoor.
Ja, die hebben dat ook allemaal meegemaakt. En ja, die waren er ook heel rustig onder. En we praten er ook heel weinig over met elkaar. Gewoon. Niet opzweperig of wat ook. Daarom, nee, ze waren er zo... ze geloofden ook in mij. Dus dat was gelukkig. De persje ook nog. Ja, wij hebben ons graf op Barbara altijd. Ja? Eerst mijn vader, ja zeker. Dus dat, als je binnenkomt, links die grote lange laan. Aan het eind waar die priesters liggen, daar ongeveer hebben we ons graf. Ja, ja. Ja, daar liggen mijn zussen in. Pater Kersenmakers, Pater Vreer. Ja. En nou ik nog. Ja, nou wat wel. Sluit de tent. Nou, ik heb u alles verteld. Ja, dat nu... Tenminste, ja, maar daar mag u geen misbruik van maken, hoor. Ik heb dit nog nooit gedaan. Wat ik nu gedaan heb, denk ik later, oh jeetje, wat heb ik gedaan? Het is eigenlijk nog nooit zo allemaal gezegd, hoor, tegen geen journalist. Mm-hmm. Nee, nooit, echt niet. Kijk eens, een journalist is die niet... van alles op de hoogte zijn, die kat, dat zou ik het nooit vertellen hoor.